nu 24 januari en we staan in Spant. Er is de hele dag een congres voor mantelzorg. En waarom zijn we hier? Het congres is interessant, maar het is nog aardig om te weten dat er een awarduitreiking is voor de mantelzorg. Het is een award voor degene die de mantelzorgers ondersteunt. Dus we hebben bedacht, we willen eens een keer de rollen omdraaien. We laten mantelzorgers zeggen, uitspreken, verhalen vertellen over waar zij zich door gesteund voelen, door wie. En gemeente en iedereen is bezig om te verzinnen hoe ze die mantelzorgers kunnen ondersteunen. Maar wij dachten van, waarom vraag je niet gewoon een mantelzorger zelf? Er zijn maar 10 mensen genomineerd voor de award. En laten we nou toch eens even ontdekken, ook mensen uit Bussum en Naarden. Ik was mantelzorger voor mijn beide ouders. Ik dacht direct aan Martijn van Veen, mijn moeder en ik samen. Omdat Martijn uitzonderlijk was in zijn vorm van ondersteuning. Het heeft enorm geholpen. Zowel mijn ouders, afzonderlijk, eerst mijn vader, later mijn moeder en ook mij. En het heeft ook geholpen met steun die past in ons eigen leven. Om je leven zo goed mogelijk voor te zetten in verslechterde omstandigheden. Door gewoonte, tijdgebrek, schuldgevoel en zwijgen. Zijn de kralen van een levensketting moeizamer te reigen. Vind de rode draad en je vindt een warm teken. Simpele rijkdom die is om... We gaan 3 juryprijzen uitgeven en 3 publieksprijzen. De awarduitreiking Mantelzorg 2016 is Melissa Visser. Als ik me kan herinneren ben ik mantelzorger voor mijn oma samen met mijn moeder. Dag en nacht staat mijn beste vriendin Melissa voor mij klaar. Ik hoef maar te bellen en ze staat voor mijn deur. De jury vindt het bijzonder dat deze jonge vrouw dit op zo'n jonge leeftijd reeds beseft. Ook als leeftijdsgenoot is zij voor Kevin van onschatbare waarde. Ik ben zelf mantelzorger geweest. Mijn moeder dementeerde. En uiteindelijk is daar een eind aan gekomen. In haar laatste levensjaren was het heel ernstig. Daartoe heeft het geleid dat ik een stichting ben begonnen. Stichting Wiesje, met als doel zorg voor mensen met dementie. Dus wat je moet niet zeggen, ik kan dat, het is me met de paplepel ingegoten, want nee, dat is mantelzorg niet. Mantelzorg bestaat al zo lang als mensen samenleven. We spraken er misschien minder over vroeger. Misschien omdat het vanzelfsprekend was, of omdat het iets van naastenliefde was, wat overigens ook een heel mooi woord is. Mantelzorg overkomt je uit liefde. Ik voel me heel erg vereerd. Ik had het eigenlijk helemaal niet verwacht. En heel erg blij natuurlijk. Ik ben erg dankbaar dat mij gevraagd is geworden om de jury voor te zitten. Want ik ben zelf nooit op het idee gekomen dat al die kleine mensjes en grote mensjes die om mij heen waren toen om te helpen met mijn moeder, dat je die ook nog eens een keer op een andere manier in het zonnetje kan zetten. En dit wat de organisatie doet is bijzonder goed. Ik heb op dit moment een hele moeilijke tijd privé. En Melissa staat gewoon dag en nacht voor mij klaar. Ze is echt een steun en weet me ook echt op te vrolijken. Ze geeft mij de afleiding die ik nodig heb. En ja, is echt een hele goede vriendin die ik echt iedereen toe zou wensen. Je solliciteert niet om mantelzorg te worden. Je bent ook nooit niet een echte vrijwilliger. Het gebeurt vanuit je hart. Het is iets wat te maken heeft met liefde. Hele grote liefde. En als je dat al eenmaal hebt, dan ontkom je er niet meer aan. Dan wil je absoluut helpen. En dan blijkt dat je niet sterk genoeg bent als er niks om je heen is om je te steunen. Er wordt af en toe te weinig stilgestaan bij de mantelzorgers. En het is gewoon belangrijk dat er wordt gezien dat de mantelzorgers af en toe ook steun nodig hebben. En ja, ik werk zelf ook in de zorg en daar zie ik het ook heel vaak. Dat er alle aandacht naar de bewoners gaat, maar niet naar de mantelzorgers. Laten we dus zuinig zijn op onze mantelzorgers, want zij zijn niet te vervangen. Tegen liefde en aandacht van een naaste kan geen enkele medische zorg op. Dank u wel. Thank you.
van de zee langs de landing. Ik schrijf een zin in het zand, maar de vloed neemt bezit van de woorden. Jouw naam verdwijnt van het land. Deze middag, we weten niet hoe het gaat lopen, maar weet u het zat? De winkels zijn ook open vandaag in Ankerveen, dus kun je een rondje lopen en dan kom je weer terug. De strandjes bij Muiden en Muidenberg worden binnenkort aangevuld met nieuw zand. Dit zand is vrijgekomen door de werkzaamheden aan de A1. Het aanvullen van het zand voldoet aan de milieurichtlijnen. De gemeente heeft de dorpsraad van Muidenberg geconsulteerd en deze reageerde positief. De bedoeling is dat de werkzaamheden voor het begin van het zomerseizoen klaar zijn. Tot voor kort fietste Guus Kroon hier elke dag. En vooral 's avonds geeft dat een onveilig gevoel. En hier is het nog redelijk goed verlicht met lantaarnpalen en strooilicht van de A1. Maar nu is de laatste lantaarnpaal gepasseerd. En dan krijg je een heel stuk waarbij het steeds donkerder wordt. Ja, als je elke dag naar je werk of naar school moet, dan, je ziet net ook mensen langskomen, dan is het gewoon niet prettig. Niet zo veilig als ik me zou kunnen voelen. Nee, dit is natuurlijk wel, het is gewoon donker. Het feit dat er verder geen huizen zijn, een sloot hiernaast. Er rijden wel auto's, maar of die zullen stoppen als er iets zou gebeuren, dat is de vraag natuurlijk. En zo zijn er zoveel. De stadsraad Muiden krijgt tientallen klachten van bezorgde fietsers en wandelaars. Dan zijn ze bang dat er iemand verstopt zit in de berm of iets dergelijks. En dan, meestal de mensen die thuis achterblijven, die hebben dan zoiets van als ze maar veilig thuis komen, als er maar niks onderweg gebeurt. De gemeente vindt dat er voldoende licht komt van een naastgelegen snelweg en een Maxisweg. Dus ze gaan geen extra lampen plaatsen. En dan 's avonds, uur of 10, valt het licht ook nog eens een keertje uit, omdat men wil bezuinigen. En dan is het hier aan in het donker. Het gaat een keertje mis, dat kan je opwachten. En mis gaat het al op het PNR-terrein zelf. Vandalen hebben meerdere fietsen vernield. Het terrein ligt zo afgelegen dat er nauwelijks controle is. Het is natuurlijk allemaal alleen voor de automobilisten aangelegd. En er wordt helemaal geen rekening gehouden met voetgangers en fietsers. En dat vind ik een slechte zaak.